we zijn weer terug met het laatste deel van deze lange uitzending over Prinsjesdag. In dit laatste half uur gaan we de balans opmaken. Wat vinden de economen nou van de miljoenennota? En alle interviews die zijn gehouden met Mark Rutte en Wopke Hoekstra. Daarover aangeschoven zijn Hans Tegenman van Triodos Bank en econoom Bas Jacobs. Welkom terug, want jullie waren hier al eerder. Laten we even kijken, want Hans, het kabinet trekt flink de portemonnee. Hè? Als we al die verhalen zo horen, hoe staat het ervoor met de overheidsfinanciën? Nou ja, ten eerste trekt het kabinet nou flink de portemonnee. Dat is maar net hoe je ernaar kijkt. Hè? Want per saldo betalen mensen in Nederland meer aan de overheid dan vorig jaar. Ja, dus ze geven helemaal niet per se zoveel meer uit aan ons. Nee, wel ten opzichte. Het is een beetje Haagse werkelijkheid. Het is net ten opzichte van welke stand je gaat rekenen. En dan kan je altijd zeggen, ik heb meer uitgegeven dan een vorig kabinet van plan was. En dan ben je dus aan het intensiveren. Ja. Of aan het lasten verlichten. Nou, en dat is een beetje wat ze doen. Maar als je het hebt over de overheidsfinanciën, ja, die staan er inderdaad wel veel beter voor dan een aantal jaren geleden. Maar dan nog geld. Het is maar structureel. Dus als je door de conjunctuur heen kijkt, is het maar net meer dan mag. Ja, Bas, ben je het daarmee eens? Ja, dat klopt. En er zit eigenlijk een soort tegenstrijdigheid in de berichten die Wopke Hoekstra aan ons doet toekomen. Want enerzijds zegt hij dat hij heel erg prudent is en heel goed op de staatsfinanciën past en dat de staatsschuld fors omlaag gaat enzovoort. Begrotingsoverschotten. Maar aan de andere kant zien we dat onderliggend, als je de conjunctuur eruit filtert, de meevallers die we hebben, dan verslechteren de overheidsfinanciën. En de houdbaarheid van de begroting op lange termijn wordt door het kabinetsbeleid aangetast. En wat Hans Tegenman net al zei, we zitten maar net boven het maximum voor het structurele begrotingstekort dat volgens de Brusselse begrotingsregels mag. Overigens kan je daar heel veel kritiek op hebben, en dat heb ik ook. Maar dit geeft aan dat er verschillende signalen vanuit de regering op de samenleving afkomen. Het is niet zo prudent als ze zichzelf doen voorkomen. Ja, gaan we het zo nog even wat langer over hebben. Eerst gaan we even naar onze beurscommentator, Hans de Geus. Ja, Hans, je staat nog altijd op de beurs. Geen hoedjes daar, geen koets. Is er wat te beleven? Nou, het was toch wel een spannende dag met een behoorlijke opvering. Gisteren zijn we geschrokken van die handelsoorlog die weer op dreigde te laaien. Vandaag weer wat commentaren uit China, nou, die erop wijst dat er misschien een dialoog aan kan komen. Nasdaq spuit vooral weer vooruit, ruim 1% erbij. Maar de AEX, kijk eens, op het slot ook een mooie rally, bijna 0,4% erbij. We staan nog wel onder het slot van vorig jaar, maar er waren wel, nou, er was vooral één enorme verlies op de midcap. Daar moeten we het eigenlijk vooral over hebben even. TomTom, een kwart van de beurswaarde eraf. Want grote autofabrikanten blijken voor Google te kiezen. Dat is gratis. Dus daarmee valt het hele bedrijfsmodel van TomTom en zijn hele toekomst eigenlijk in het water. Dat is een heel pijnlijk verhaal. Ja, TomTom, dus de grote verliezer daar, min van 24%. Ja. Wie zijn de winnaars? Ja, er zijn ook winnaars. Ik wil alleen met jou wel nog even naar een andere langzame bleeder kijken die aan het ontstaan is. Dat is Relax. Kijk eens even, de afgelopen tijd is daar toch ook 2 piek vanaf. Dat is bijna 9%, terwijl de AEX helemaal niet zoveel lager is gegaan. Ja, toch opnieuw dat wetenschappelijke uitgevers, wetenschappelijke publicaties steeds meer gratis zullen plaatsvinden. En dat is natuurlijk pijnlijk. Het dreigt al heel lang eraan te komen, maar het lijkt nu toch langzamerhand te gaan gebeuren. Ik denk dat mensen als Bas Jacobs daar wel blij mee zijn. Ja, hij zit hier te juichen, met de handen omhoog. Ja, dit bericht wat je nu ziet, dat is gek. Dat is van 4 september. Dat was volgens mij heel omineus. In Europa wordt het verplicht om gratis toegankelijke wetenschap te publiceren. Dat zou betekenen dat ze helemaal om die uitgevers heen gaan, die daar enorme marges op maken. Afschuwelijke marges vinden sommigen zelfs. Alleen toen reageerde de koers helemaal niet. Maar dat is nu sluipenderwijs toch aan het gebeuren. Dus het begin van het einde van de uitgevers, de wetenschappelijke uitgevers, is in zicht. Oké, Relax dus in de min, TomTom in de min, de plussers? Ja, dat is aardig. Ik zei het, Nasdaq gaat omhoog. Dus je ziet de halfgeleiderindustrie, Jos Verstegen voorspelde het al vanmorgen dat die bodem misschien bereikt was. ASML, ruim 1,5% erbij. Is er iets te merken van Prinsjesdag daar op de beurs? Helemaal niks. Hans de Geus, dankjewel. Ja, wij gaan natuurlijk wel verder praten over Prinsjesdag. We gaan de balans opmaken, maar voor we dat doen kijken we nog even naar de overheidsfinanciën. Want daar hadden we het net al even over. Hoe houdbaar is de begroting, Hans? Nou ja, als je gewoon kijkt puur naar de headline, zou ik maar zeggen, naar de staatsschuld, dan is die inderdaad weer rond de 50%. Dat is lager dan we lange tijd gezien hebben. Het saldo is, zoals Hoekstra ook zei, voor het derde jaar in de plus. Dat is heel fijn, dat is heel prettig.
Maar wel in een conjuncturele situatie waar het eigenlijk bijna nog maar één kant op kan gaan. En dat is slechter. Ja. En dat is nog steeds helemaal geen reden voor paniek. Maar wel gegeven deze macro-economische omgeving. Gegeven ook de ontzettend lage rente, waardoor de rentelasten dus ook historisch laag zijn. Moet je er wel rekenen. En dat vind ik wel een beetje ook, als je kijkt naar de macro-economische cijfers, ook de raming van het CPB. Het is eigenlijk gewoon, wat moet je doen als je, laten we maar gewoon hetzelfde nemen als afgelopen jaar als raming. Dat is een beetje wat je ziet. Wel alle risico's worden geschetst. Maar ja, dan ben ik een beetje bang dat volgend jaar het niet echt veel beter kan zijn. Nee, Hans, jij noemde al even die lage rente. Maar Hans, jij voorspelt dat het een van de grootste risico's is. Bas, Hans? Nee, het is. Ik denk dat die rentes nog wel eens langer laag kunnen blijven. En dat heeft te maken met structurele factoren in de economie. Er wordt heel veel gespaard vanwege de vergrijzing. We zien dat de kosten van investeringen, die besparingen gaan naar investeringen. Die kosten van investeringen dalen, dus er is misschien ook minder spaargeld nodig om dat te financieren. We zien dat de inkomens- en vermogensongelijkheid wereldwijd toeneemt. En we zien dat de private schulden nog heel hoog zijn. Dus er is heel veel behoefte om te sparen en om schulden af te lossen. En als dat die kapitaalmarkten opkomt, dan blijven die rentes laag. Dus ik denk dat de kans relatief groot is dat die rente nog vrij lang vrij laag blijft. En het is echt opvallend. Op dit moment is de rente op de uitstaande staatsschuld maar 1,4%. En dat is lager dan de structurele groeivoet van de economie. En als er verder niks zou gebeuren, en dat gaat niet zo gebeuren, maar als er verder niks gaat gebeuren, dan zul je, zonder dat je ook maar iets hoeft te doen, de staatsschuld zien wegsmelten als sneeuw voor de zon. Ja. Nou, nu hebben we natuurlijk wel wat hogere uitgaven in de toekomst vanwege de zorg en de AOW-pensioenen. Dus dat werkt niet helemaal zo netjes door. Maar het geeft wel aan dat de staatsschuld niet het grootste probleem van Nederland nu is. Het probleem met die lage rente is eigenlijk dat de private sector naar overheden wereldwijd zegt, vind in godsnaam investeringsmogelijkheden, zodat wij op een goede manier ons geld kunnen wegzetten. Ja. En die lage rente is eigenlijk een marktsignaal aan overheden. Ga meer investeren in bijvoorbeeld onderwijs, in de duurzame energievoorziening, in infrastructuur, want wij willen je eigenlijk gratis geld lenen. Ja, Hans, ben je het daarmee eens? Daar ben ik het van harte mee eens. Nee, en ook zeker als je kijkt naar Nederland, hè, met een ontzettend overschot op de betalingsbalans van de lopende rekening. Dus wij sparen ons helemaal suf. En als je ook naar deze cijfers kijkt, dan zit er weliswaar ten opzichte, wat ik net al zei, vanuit dus een basispad zit er een intensivering in. Maar dat kan zoveel meer als het gaat over onderwijs. Maar zeker ook als het gaat over klimaat. Hè. Er wordt alleen maar gezegd van ja, er moet wel wat gebeuren en we blijven praten. Maar er wordt nauwelijks geld gereserveerd zelfs maar. Er wordt 300 miljoen per jaar gereserveerd, wat echt veel en veel te weinig is om een snelle energietransitie te maken. En als je aansluit bij het verhaal van Bas, dan zitten er echt genoeg bedrijven te wachten op investeringen. Maar daar is maar één ding voor nodig. En dat is duidelijkheid wat er moet gebeuren en waarin geïnvesteerd moet worden. Ja, nou, je zou ook kunnen zeggen, jij noemde het klimaat. We hebben natuurlijk ook een situatie op de huizenmarkt die opspeelt. Collega Gert-Jan Verstegen staat op de redactie. En Gert-Jan, jij hebt eens gekeken wat er het kabinet nu gaat doen aan die woningnood. Gaan ze iets doen? Nou, ze gaan bijna niets doen. Dat is een beetje een tegenvaller. Het is natuurlijk ook een lastig onderwerp. Een huis, dat bouw je niet even snel. Een woonwijk al helemaal niet. Dat is echt langetermijnpolitiek. Toch noemde de koning het vandaag wel letterlijk in zijn troonrede. Hij zei, een groot probleem is de oververhitte woningmarkt. Nou, wat we wel sinds vandaag weten. Volgend jaar komt er een speciale wet die de middenhuur moet stimuleren. En middenhuur, dat zijn woningen tussen de 700 en 1000 euro. Daar zijn er nu nog veel te weinig van. Het idee daarachter is dat woningcorporaties op die manier vaker woningen gaan bouwen die in die middenhuur vallen. Dus dat is iets anders dan sociale huur, waar die woningcorporaties zich nu voornamelijk mee bezighouden. Ja, maar dan moet dat bouwen wel een beetje opschieten. En dat gebeurt vooralsnog niet erg. Nee, dan kom je weer bij dat andere probleem uit. Dat grote personeelstekort in de bouw. De ambitie van het kabinet is dat er ieder jaar 75.000 nieuwe huizen gebouwd worden. Dat halen ze nu al niet. Ja, naar eigen zeggen, omdat die bouwbedrijven gewoon met zo'n personeelstekort zitten. Om toch nog een beetje dat aan te zwengelen, komt er 38 miljoen euro dit jaar en volgend jaar beschikbaar. Met dat geld moet de woningbouw op binnenstedelijke locaties, zoals ze dat zelf zeggen, dus dat zal wel voornamelijk Randstad zijn, een beetje worden aangezwengeld. Maar ja, 38 miljoen is natuurlijk een beetje een druppel op een groeiende plaat. Maar
Maar hun hoop is dat daarmee in ieder geval nieuwbouwprojecten sneller van de grond komen. Oké, en staat er nog iets in over die hypotheekrente? Want die is natuurlijk historisch laag op het moment. Ja, dat is altijd misschien wel de belangrijkste vraag, hè, voor woningbezitters en op de derde dinsdag van september. Er staat niets in wat we eigenlijk nog niet wisten. De hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd. Dit jaar is de maximale aftrek nog 49%. In 2023 is dat nog maar 37%. Maar eigenlijk wisten we dat al. Gert-Jan Verstegen, dankjewel voor al jouw bijdrage. Ja, we hadden het met Gert-Jan even over die woningmarkt. Daar staat dus eigenlijk heel erg weinig over in. Jij noemde al het klimaat, dat eigenlijk amper te vinden is, hè, in deze miljoenennota. Ja. Nog een paar andere dingen, de pensioenen bijna niet, de arbeidsmarkt bijna niet. Welke van die vier had toch echt iets moeten gebeuren? Alle vier. Alle vier. Want dit kabinet heeft weinig hervormingselan. Zeker in vergelijking met het vorige. En dat zijn problemen waar economen het redelijk over eens zijn. Daar is vrij veel overeenstemming. En bij de pensioenen zijn ze al hoe lang? 9 jaar of zo aan het praten. De woningmarkt. Zie je dat wel wat stapjes zijn gezet, maar volstrekt onvoldoende, denk ik. Ja. De arbeidsmarkt blijft een probleem met hoe we dat inrichten met al die verschillende contractvormen, met flexibele arbeid, met vaste contracten, met ZZP'ers. Daar worden allemaal niet de stappen genomen waarvan je eigenlijk zou willen dat die worden gezet. Ja, die punten zie je hier even op een rij, hè. Wat ontbreekt zijn dus de pensioenen, de arbeidsmarkt, een klimaatakkoord of duidelijke maatregelen om de enorme groei op de woningmarkt toch een beetje te beteugelen. Als je dit zo ziet, Hans, heeft het kabinet tot nu toe wel een aardige begroting gepresenteerd, maar weinig voor elkaar gekregen. Ja, maar tegen de achtergrond van hoe dit kabinet tot stand is gekomen en de constellatie waar het in zit, is het misschien ook niet zo heel raar. Het heeft heel lang geduurd, vorig jaar, om überhaupt een regeerakkoord te krijgen. En ja, wat je ziet, ze houden zich strikt aan het regeerakkoord. Bijvoorbeeld de dividendbelasting, maar ook andere maatregelen. En in dat regeerakkoord staan zijn deze dingen juist naar de polder toegeschoven. Met het idee van, ja, dan komen zij er misschien uit, want wij durven het even niet. Ja, maar die polder. En een jaar later kunnen wij niks anders constateren dat die polder daar heel druk mee bezig is, maar eigenlijk geen steek verder komt. Nee, maar wat moet daar dan gebeuren? Nou, ik denk op een aantal punten, eigenlijk al deze vier. Een overheid moet daar regie in nemen. Je mag consulteren wie je wil, maar uiteindelijk moet je wel knopen doorhakken. En moet je gewoon richting geven en zeggen, zo gaan we het doen. En dat is meer dan ooit nodig op deze punten. Want anders kunnen we blijven lullen totdat we in ons wegen. Maar dat gaat er niet komen. Ja, is dit dan eigenlijk, Bas, een begroting die op het eerste gezicht er heel leuk uitziet voor heel veel mensen, maar uiteindelijk op de lange termijn weinig gaat opleveren? Nou, dit is eigenlijk al een kabinet wat begonnen was met beperkte ambities. En met, zoals Hans al aangaf, moeizaam bereikte compromissen. En het lijkt misschien ook nu heel leuk voor de mensen, maar zelfs dat is nog de vraag. Want er zijn twee dingen in de begroting waar we het allemaal niet over hebben. Is dat de collectieve lasten blijven gewoon omhoog gaan. Voor gezinnen en voor bedrijven. Gezinnen 1 miljard, bedrijven 4 miljard, 4,5 miljard, die orde van grootte. En de CPB hamert wel een keer of 2, 3 in de macro-economische verkenning op de onzekerheid van de loongroei. De ramingen van de loongroei die lijken, die vallen iedere keer weer wat tegen. Ook met deze macro-economische verkenning is het weer minder dan bijvoorbeeld bij het Centraal Economisch Plan 1,5 jaar geleden. En als dat allemaal niet doorgaat, dan kan die koopkrachtstijging van de mensen die nu denken dat ze er 1,5% bij krijgen, wel eens tegenvallen. Ja, Nibud schat ook al in, hè, als ik kijk naar de eigen koopkrachtplaatjes, dat het iets minder gunstig is dan het kabinet nu voorziet. Ja. Misschien moet het kabinet gewoon ook wel. Iedereen vraagt erom, laat nou eens iets positiefs zien voor die economie. Ja, maar daar kom ik eigenlijk pas net achter. En datzelfde wat Bas zei. Als je kijkt naar de cijfers uit de miljoenennota, dan zie je dat het kabinet per saldo eigenlijk helemaal geen lastenverlichting geeft aan gezinnen. En dat de hele koopkrachtstijging, waar ze zo heel erg trots op zijn, dat die vooral komt doordat bedrijven hogere lonen moeten betalen. Nou, en dat had ik eerlijk gezegd nog niet zo heel scherp. En dat betekent ook wel dat het heel erg kwetsbaar wordt. Want als die hogere lonen niet worden geleverd, of als de inflatie net wat harder stijgt, die op zich al hard stijgt door de btw-verhoging, ja, dan worden kiezers denk ik wel ontevreden. Ja, nu hoor je in tijden dat het economisch heel goed gaat vaak de vraag, moet het kabinet nou meer uitgeven of juist niet?
Van welke school ben jij, Bas? Nou, in principe ben ik van, je zou kunnen zeggen, de klassieke school. Dat in goede tijden moet je voorzichtig zijn. En in slechte tijden kan je het tekort laten oplopen. Maar deze tijden zijn niet normaal. Want de rentes in de economie zijn extreem laag. De centrale bank heeft rentes nog steeds op nul staan. We doen nog steeds QE, kwantitatieve verruiming. En dat betekent dat de risico's asymmetrisch zijn. Als het goed blijft gaan, dan kan de centrale bank altijd een beetje remmen. Maar als het onverhoopt slecht gaat, door Brexit, door een handelsoorlog tussen Amerika en China, door dingen die misgaan in Italië, allemaal risico's waar het CPB op wijst, dan kan de centrale bank niks meer doen om de conjunctuur bij te sturen. En op dat moment kan je maar beter wat te ruim begroten dan te krap. En daarom vind ik het niet zo heel erg dat deze overheid wat te ruim begroot, als je het heel orthodox zou bekijken. Want de situatie is nog bepaald niet normaal. Nee, over die risico's hoorden we eerder even al de minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Laten we even luisteren naar wat hij daarover te zeggen heeft. Dit zijn de best mogelijke voorspellingen die we kunnen doen, die het planbureau voor ons gedaan heeft. Maar het is waar dat we rekening moeten houden met de Brexit en rekening moeten houden met de handelsoorlog. Wat die Brexit betreft, daar hebben we ons als kabinet dus ook echt op willen voorbereiden. Dus we zijn begin dit jaar al begonnen met het aannemen van extra douaniers en extra mensen bij de Voedsel- en Warenautoriteit. Voor als het nou zometeen toch een harde Brexit wordt, dat we daar dan als samenleving zo goed mogelijk op zijn voorbereid. Dat gaat dan over het bewaken van de grenzen. Maar stel nou dat het een harde Brexit wordt, dat de economie daar een enorme knauw van krijgt. Is uw begroting daar dan tegen bestand? Die gevolgen zullen we dan op de langere termijn merken. Maar dat zullen we in Nederland dan ook zeker terugzien in de conjunctuur. Daar heeft u gelijk in. Dat is ook precies waarom ik het belangrijk vind dat we en vertellen dat het volgend jaar er in heel veel opzichten ontzettend goed uitziet. Maar dat we ook wijzen op de risico's zoals de Brexit en de mogelijke handelsoorlog. Ja, die Brexit, een harde Brexit in ieder geval, zouden we dus kunnen terugzien in onze cijfers, onze economie. Ben je het daarmee eens? Ja, dat spreekt voor zich. Alhoewel ik het niet mee eens ben dat het per definitie op de lange termijn is. Want dit soort dingen zijn inherent onvoorspelbaar. En als het echt misgaat, een harde Brexit met allerlei consequenties, dan kan je het ook meteen terugkrijgen in je economische cijfers. Het kabinet houdt er wel rekening mee, duidelijk ook nu. Ja, kijk, je hebt ruimte in je begroting mocht het tegenvallen. Dan heb je niet meteen paniek. Maar die ruimte is ook niet heel erg groot, wat je ook van die Europese regels vindt. Maar we weten uit het recente verleden dat Nederland die regels heel serieus neemt, of ze nou zinnig zijn of niet. En dan moet je ook niet de ruimte overschatten. Want stel dat er een Brexit gebeurt of er gebeurt in Europa, Italië of wat dan ook, dan gebeurt er weer wat. Of een handelsoorlog, dan kunnen die effecten best groot zijn. Ja, maar waar wij het eerder over hadden, hè, moet een kabinet in een periode van zulke sterke economische groei nou meer of minder uitgeven? Waar sta jij dan? Ja, ik sta op zich aan de kant van Bas, maar dan hoort daar bij mij nog wel wat bij. Want ik denk dat een transitie in de economie, als het gaat over, en ik denk met name aan het energieakkoord, of klimaatakkoord wat er echt moet komen, wat echt heel veel geld gaat kosten. Maar dat we dat echt een keer moeten gaan doen. En als we dat soort structurele maatregelen, dus ik ben niet voor het weggeven aan koopkracht. Dan kan je beter iets zinnigers doen. Die 1,5% zoals het er nu ligt, prima. Nou ja, uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ze die niet eens weggeven. Nee. Waarvan ze zeggen dat ze het weggeven. Ja, maar dus een agenda, een investeringsagenda die er echt voor zorgt dat je structuur van je economie toekomstbestendig wordt. Dat lijkt me heel zinnig. En die ruimte die heb je om dat te doen. Ja, en gaat dat dan ook geld opleveren? Nou, dat interesseert me niet. Als het maar welvaart oplevert. Het moet gebeuren. Ja. Ook op de lange termijn dus? Zeker op de lange termijn. Ja. Bas, als jij zo de balans opmaakt, hè, we hebben het net al gehad over een aantal punten die eigenlijk helemaal niet in deze miljoenennota staan. Hè. Als het gaat om het klimaat, als het gaat om de arbeidsmarkt, de woningmarkt, pensioenen. Wat zijn de dingen die jou wel zijn opgevallen? Ja, maar dat was al bij de presentatie van het regeerakkoord. Ik bedoel, het motorblok van dit begrotingsjaar is toch de belasting. Ja, de belastingplannen, de herziening wil ik het niet eens noemen. De drie belangrijkste maatregelen daarin zijn het invoeren van twee belastingschijven. Het verhogen en beter richten op de armen van de arbeidskorting. En het verhogen van de algemene heffingskorting. Ja, maar die belastingschijven, plus de btw-verhoging. Die belastingschijven, als ik het nu goed hoorde, gaat er nu nog niet van komen, maar wordt dan iets later. Maar goed, er verandert wel een hoop als het gaat om belasting. Nou, daar wordt wel met miljarden geschoven en dat wisten we al. En ook daar geldt weer dat als je dus nu 6 miljard in het hele kabinet
in de hele kabinetsperiode 6 miljard aan lastenverlichting geeft voor gezinnen. En dat je dan nul structurele werkgelegenheid boekt, omdat je het belastingssysteem niet doelmatiger maakt. Je pakt niet de knelpunten in de arbeidsmarkt daar aan waar ze het meest knellen. Dan is dat ook een teleurstellende prestatie. Want we hadden al in 2016 5 miljard extra lastenverlichting zonder belastingherziening. De meeste economen, denk ik, zijn het er ook hier totaal over eens dat er moet een fundamentele belastingherziening komen. En als je de hele tijd miljarden weggeeft zonder die belastingherziening door te voeren, dat is jammer. Ja, Hans, wat is jou het meest opgevallen? Wat onthoud jij uit deze begroting? Nou, heel eerlijk, niet zo heel veel. Misschien een van de meest opmerkelijke is nog dat ze dit jaar het geld niet eens uit kunnen geven. Dat vind ik dan nog wel opvallend. Want kijk, dat is traditioneel natuurlijk een eerste begroting van een kabinet. Daarom worden daar normaal gesproken de grote hervormingen ingezet. Die ze hebben afgesproken in het regeerakkoord. Nou, nu wisten we vorig jaar in het regeerakkoord zijn geen grote hervormingen aangekondigd. Dus ja, hier staat niet zo heel veel in. Nee, dus vergeten en door. Nou ja, wel een beetje, want die plannen die ze echt wilden, waar we het net over hadden, die grote plannen die ze aan de polder hebben, de bedoeling was volgens mij dat die nu in de begroting zouden staan. En daar staan ze niet. Nee, ik hoor één iemand die toch wat teleurgesteld is en één iemand die zegt, nou laten we er vooral mee doorgaan. Althans, laten we deze dag niet te groot maken en doorgaan zoals het kabinet toch al van plan was. Weinig verrassingen dus, eigenlijk. Betrekkelijk weinig verrassingen. Er wordt op de winkel gepast. Ja. Er is weinig groots elan. Ja. We leven in een geweldig en prachtig land. En we gaan over tot de orde van de dag, zou ik zeggen.